You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast. En daar zijn we. Nieuwe Nerd Culture. Jawel, met vandaag opnieuw gezondheid als onderwerp. Te gast naast mij, dokter Hanno Pijl. Hanno Pijl. Ik had dit helemaal voorbereid hoe ik je zou aankondigen, maar je bent hoogleraar, je bent schrijver, je bent als arts verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En een specialist in Nederland als het gaat om leefstijl als geneeskunde. Daar heb je ook meerdere boeken over geschreven. Je hebt ontzettend veel ervaring, ook als spreker, over het onderwerp leefstijl als middel om te genezen voor diabetespatiënten. Heel breed, en daar gaan we het zo meteen over hebben. De man die ons samen heeft gebracht is hier ook, Wim Tilburgs, voor de derde keer inmiddels. Welkom Wim. Ik vind het super tof dat jullie hier allebei zijn. En we gaan het opnieuw hebben over dat hele brede onderwerp gezondheid. En Hanno, als ik met jou mag beginnen, wat is gezondheid? Ja, daar kan je heel moeilijk over doen. Maar voor mij is gezondheid toch nog steeds, eigenlijk volgens de oude definitie, afwezigheid van ziekte. Oké. Okay. Je kan, wordt ook heel anders over gedacht, dat weet ik. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, gezondheid is zo in je leven kunnen functioneren zoals je dat eigenlijk het liefste wil. Of het maximale halen uit wat je kan. Mm-hmm. Maar ik vind toch voor mezelf, vind ik gezondheid de afwezigheid van ziekte. Ja. Daar is dus niet iedereen mee eens. Nou, ik vind dat geweldig. En mijn aankondiging van net, ik haperde even omdat ik me realiseerde dat ik niet genoeg aan het aanstrepen was of aan het benadrukken was wat voor rol je speelt binnen dit onderwerp. Want internationaal gezien, er staan heel veel video's op YouTube, er zijn podcasts, daarin zien we namen voorbij komen, Don D'Agostino, Pieter Etia, dat soort mensen. Maar die zijn vaak op congressen en jij bent daar altijd ook en vaak ook als spreker. En dokter Hanno Pijl is wat dat betreft internationaal gezien onderdeel van die gemeenschap van artsen die eigenlijk buiten het standaard spectrum van de gezondheidszorg stappen en zeggen van luister, het zwaartepunt van gezondheid ligt ergens anders. Ja. En daarom vind ik het zo tof om hier te gast te hebben en hierover te praten. Omdat dit is een onderwerp dat het gaat mij heel erg aan het hart. Met Wim hebben we hier meerdere podcasts over gemaakt. We hebben heel veel reacties gehad van kijkers. En ik dacht van ja, het is niet mogelijk om dit onderwerp naar een hoger niveau te tillen zonder jou hier bij te betrekken. En ja, ik hoop dat ik nu dat mensen die dit horen begrijpen wat voor soort impact de artsen die dit onderwerp bespreken hebben, omdat het juist vanuit die bestaande gezondheidszorg zo moeilijk is om ja. Ik weet niet of het besef is of dat het iets anders is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik zeg vaak, ons zorgsysteem is, dat stamt eigenlijk uit de 19e eeuw. En toen hadden we te maken met ongelukken en infecties. Hè. Dat waren eigenlijk de grootste problemen. En dat zijn hele simpele aandoeningen met één oorzaak. En wat doe je in zo'n geval? Dan wacht je natuurlijk totdat er iets gebeurt. Dan ga je naar de dokter en die opereert je of die geeft je een pil. En dan is het probleem opgelost. En dat is een heel efficiënt en goed zorgsysteem. Maar de ziekteaard van de ziektes waarmee we vandaag te maken hebben, die is in de afgelopen eeuw, is die aard van die ziektes is enorm veranderd. En we hebben eigenlijk nagelaten om ons zorgsysteem aan te passen. We hebben nog steeds het idee dat we de grote aandoeningen van deze tijd, diabetes, hart- en vaatziekten, depressie, inflammatoire darmziektes, dat we dat met pillen, dat we kunnen wachten totdat mensen ziek worden en dan het probleem met pillen kunnen oplossen. En dat is om verschillende redenen denk ik een illusie. Een van de belangrijkste redenen is dat het enorm complexe ziektes zijn, veel complexer dan een infectie. Mm-hmm. Die pillen die we maken, die hebben vaak, die richten zich vaak op één specifiek aspect, één specifiek
stapje in de stofwisseling of in het immuunsysteem of zo. Terwijl er veel meer in het lichaam misgaat bij veel van die aandoeningen dan alleen maar dat ene ding waar dat medicament zich op richt. Dus we hebben vaak meerdere medicijnen nodig om een ziekte als diabetes bijvoorbeeld te behandelen. En al die pillen die hebben bijwerkingen. Niemand in de wereld kan mij vertellen hoe die pillen op elkaar inwerken op het moment dat je er een heleboel tegelijkertijd moet gebruiken. Dus dit is een heel moeizaam traject als het gaat om die complexe ziektes waar we nu mee van doen hebben. Maar dat is één reden. En de andere reden, die is eigenlijk nog belangrijker. Wat we doen met pillen in dit geval, is we behandelen ziektes aan de achterkant. Dus we worden ziek voor een belangrijk deel door onze manier van leven. In samenspel met onze erfelijke aanleg. En we wachten dus totdat die manier van leven ons doet ontsporen. Mm-hmm. We gaan dan de schade die gedaan wordt, proberen we met pillen te repareren. Terwijl we aan de voorkant van de ziekte, namelijk aan onze manier van leven, daar doen we niks aan. Ja. En dat is een doodlopende weg. Dat is niet de manier om de grote ziektes van deze tijd te behandelen, mijns inziens. Als je daar, ik zie dat om me heen dagelijks gebeuren. Ik hoor mensen met hartinfarcten, mensen met diabetes. En als ik dan vraag, wat doe je eraan? Schouders worden opgehaald, worden wat pillen geslikt. En iedereen gaat gewoon weer door met wat ze aan het doen waren. Ja. En ik vind dat zo, het is zo bizar. Dat ik in het begin had ik heel erg de neiging om. Ik wou als een soort ambassadeur, wou ik mensen een soort van overtuigen van het feit dat ze een ketogeen dieet moesten volgen. Of in ieder geval die taart op die verjaardag moesten laten staan en dat soort dingen. Ja. En op een gegeven moment merkte ik van dat heeft een averechts effect. Het werkt alleen maar weerzin op bij mensen. Die willen helemaal niet te horen krijgen wat ze allemaal niet mogen of moeten of whatever. Nee. Die willen dat. En ik had zoiets van het interessante. En ik begon over na te denken. En ik had zoiets van, oké, als ze die informatie niet van mij willen, van wie willen ze die informatie dan aannemen? En dan is het toch die arts. De autoriteitspositie die je als arts hebt naar patiënten toe. Is denk ik een van de weinige manieren om mensen die informatie duidelijk te krijgen. Ja. Ben je dat met me eens? En hoe werkt dat in de praktijk? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat artsen nog steeds, en ook terecht denk ik wel, als de bron van informatie over ziekte en gezondheid worden gezien. En als de autoriteit op dat gebied. En ik denk dat het helpt als een arts tegen iemand zegt wat hij of zij zou kunnen doen om zijn ziekte beter te maken. Ja. Het punt is alleen dat ons zorgsysteem, waar ik het net over had, dat zorgsysteem dat zit niet alleen in het hoofd van de dokters, maar dat zit ook in het hoofd van patiënten. Daar bedoel ik mee dat mensen er helemaal van uitgaan dat als zij ziek worden, dat ze dan naar een dokter toe gaan. En die komen ze in de spreekkamer en dan schrijft de dokter een receptje voor een pil. En dan verwachten mensen dat die pil dat ziektebeeld oplost. Ja. En dat is dus, van die illusie moeten mensen eigenlijk af. Ja. Ze moeten echt veel meer doordrongen worden. En ik denk dat dokters daar een hele belangrijke rol in zouden kunnen en moeten spelen. Mensen moeten doordrongen worden van het feit dat zij zelf degene zijn die ziekte moeten aanpakken. Ja, en die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Want ik heb ook het idee dat het makkelijk is voor patiënten om die verantwoordelijkheid bij de arts neer te leggen. Zonder meer. Ik denk ook dat het systeem erop ingericht is. Zelfs de verzekeraars presenteren zich als een oplossing voor een probleem. Terwijl ik zoiets heb van ja, alleen de patiënt zelf is in staat om de situatie te verbeteren. Niemand anders. Ik ben echt helemaal met je eens. Ik denk dat dat het zorgsysteem ook daar misgaat op het moment. Mensen moeten echt zelf. De enige die ziekte kan aanpakken is de patiënt zelf. En dus die verantwoordelijkheid moeten ze ook voelen. Want anders doe je het niet. Als je de verantwoordelijkheid in de spreekkamer bij de dokter legt, ja, dan denk je, ja, die dokter die geeft me wel een pil en dan is het probleem over. En dat is dus een illusie. Maar is het niet heel logisch als je dan als patiënt zegt van ja, maar waarom ga ik dan naar de dokter?
Ja. En als ze bij jou komen als patiënt, ja, dan hebben ze een lot in de loterij gewonnen. Want dan hebben ze een van de weinige artsen te pakken in Nederland die snapt dat je met verandering van levensstijl daadwerkelijk impact kunt hebben op je gezondheid. Ja. Maar 9 van de 10 artsen, ja, hebben daar zijn daar ook niet in opgeleid. Hè? Dus het zit veel te weinig in de basisopleiding voor artsen en in de specialistische opleidingen. En dat komt omdat dat zorgsysteem helemaal niet langs deze lijnen denkt. En dat is dus een proces waar we nu in zitten, denk ik. Want er komt steeds meer besef, ook bij artsen. Mm-hmm. Zeker bij huisartsen, maar en ook heel erg belangrijk bij studenten. Er zijn ontzaglijk veel studenten die ervan overtuigd zijn dat er meer informatie over leefstijl en gezondheid in de opleiding moet komen. Sterker nog, bij ons in Leiden is er een hele actieve groep die dat gewoon actief zit te pushen. Ja. Dus ik denk dat er een hele dat er heel veel besef ontstaat. En dat is hartstikke goed, maar het is een lang proces. Ja. Dat zorgsysteem, dat moet langzaam aan, dat kan niet heel snel, dat moet langzaam aan structureel gewijzigd worden. En dan wil ik nog toevoegen, want ik krijg wel eens te horen, ja, je zegt patiënten moeten die verantwoordelijkheid nemen. Je stuurt ze daarmee een soort van het bos in. Maar dat is dus beslist niet de bedoeling. Het is ontzettend lastig om je leefstijl te veranderen. Ja. In de context van de maatschappij zoals wij die hebben gemaakt. En je moet mensen als dokter, de dokter heeft als rol in mijn ogen te adviseren en te motiveren om iets met leefstijl te doen. En vervolgens moeten mensen ook echt geholpen worden, ja, met het veranderen van hun leefstijl. En daar zijn in mijn perceptie de leefstijlcoaches voor. Dat zie je in Nederland, zie je steeds meer opleiding voor leefstijlcoach ontstaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat een belangrijk deel van de toekomst van de Nederlandse zorg en van, nou, ik denk van overal. Is het ook niet zo dat artsen, want we hebben vorige podcast opgenomen met huisarts Jackie van Kemenade. En ik had ook het idee dat zij ook neigden naar een coaching rol in de relatie die ze met patiënten heeft. Wat eigenlijk natuurlijk lijkt op een bepaalde manier. Kijk, ik kan me voorstellen dat je kunt niet elke arts opleiden tot coach. Het is een totaal ander beroep. Maar aan de andere kant, er zit wel degelijk een begeleidende rol in de arts-patiëntrelatie, denk ik. Ja, dat ben ik met je eens. Ik denk alleen dat het een brug te ver is. Kijk, artsen hebben heel veel kennis nodig van ziektemechanismen en ook van medicamenten. Want het is een illusie. Enerzijds is het een illusie dat we al die ziektes met pillen kunnen oplossen. Anderzijds is het ook een illusie, denk ik, dat we alle problemen met leefstijlinterventies gaan oplossen. Dus pillen zullen we altijd nodig hebben. Daar moeten artsen kennis van hebben. En ik denk dat je als coach, als leefstijlcoach, zoveel ook echt specialistische kennis over gedragsverandering moet hebben. Dat je kunt dat wel allemaal in die artsenopleiding proppen. Maar ik zelf geloof dat niet helemaal realistisch is. Laten we het heel even hebben over die grens. Hè, tussen wat er wel en niet kan met aanpassing in levensstijl. En wat ik namelijk ook heel interessant vind, is namelijk dat woord gezondheid. Als je tegen iemand zegt dat hij gezond moet gaan leven, dan, ik weet zeker, laat ik zeggen, als je mensen vraagt, leef je gezond? Dan 9 van 10 zullen ja antwoorden. Ja. Omdat iedereen zijn definitie van gezond. De ene eet 3 bananen per dag en nog een bak fruit. En de ander loopt een marathon. Beide hoeven niet per se te betekenen dat iemand ook gezond leeft. Nee. Hoe kun je de vaagheid rond de term gezondheid wegnemen? Ja, ik denk om daar eerst nog even op terug te komen, dat je dat heel veel mensen het idee hebben dat ze gezond leven, omdat zij zijn opgegroeid in de context van de maatschappij zoals wij die hebben gemaakt. En binnen die context kan je best een aantal dingen goed doen, maar het is
Het is heel erg lastig om eigenlijk alles wat nodig is goed te doen. Dus om mezelf nou al bijvoorbeeld als voorbeeld te nemen. Ik probeer wel zoveel mogelijk gezond te eten. Nou, wat bedoel ik met gezond eten? Ik heb eigenlijk drie regels. De belangrijkste regels zijn onbewerkt. Ja. Dat is echt de nummer één. Geef ze een voorbeeld van geen knakworsten, maar wel een biefstuk? Ja, ja. Wel een onbewerkte biefstuk, maar geen knakworsten. Eigenlijk alles wat de wat ietsje intensiever bewerkt is, dat moet je zoveel mogelijk vermijden. Om verschillende redenen. Mm-hmm. Dus dat is één. Twee is gevarieerd. En drie is met mate. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die wat mij betreft... Maar ik hoor daar het woord koolhydraten al niet in terug. Terwijl ik het idee heb dat dat hele ketose verhaal eigenlijk een hele grote rol speelt. Ja, dus ketose natuurlijk is ketose voor mensen die bijvoorbeeld diabetes hebben, is een uitstekende manier om hun diabetes om te keren, om de diabetes te behandelen. Maar ik weet niet of mensen ik denk dat het niet nodig is dat mensen continu in ketose zijn. Ik vraag me ook af, eerlijk gezegd, of dat nou wel helemaal is waar we voor gemaakt zijn, zullen we maar zeggen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ketogene voeding, als je dat periodiek doet, bijvoorbeeld, dat ik denk dat dat grote voordelen oplevert. Dus ik denk dat de eerste, als je ketogeen eet, hè, bijvoorbeeld 5 dagen per maand, en je eet daartussendoor allemaal garbage, ja, dan doe je het nog niet goed, nee, denk ik. In ieder geval niet optimaal. Ik vind het heel interessant, want dan moeten we toch eventjes naar die... Kijk, ook zo'n term, hè, van als mensen garbage eten. Wat vind je van brood? Ik denk dat echt volkoren brood... Wat eigenlijk niet te koop is in een gewone supermarkt. Nee, wat je echt moet zoeken. Ja, dus echt 100% volkoren. Dat is ook een van de vragen die voorbij kwam van een van de. Dan moet ik even zeggen, Wim, jij hebt een heleboel vragen van bezoekers van jouw website. Je leefstijl als medicijn.nl. Die heb je verzameld. En die gaan we gedurende dit gesprek voorbij laten komen. En die volkoren vraag, dat 100% volkoren, kwam ook van een jongen die is gezondheidscoach. En die vroeg zich af van, ja, is dat gezond? Sorry dat ik je in de reden viel, maar dus inderdaad, 100% volkoren. Ja, ik denk dat dat gezond brood is. Ik denk dat als je brood met mate, wat geraffineerder brood, met mate af en toe eet, hè, en je bent niet, ik raad het mijn diabetespatiënten echt af om dat te doen, want diabetespatiënten die zijn zogenaamd glucose intolerant. En een hele belangrijke bron van glucose in je bloed is zetmeel. En brood is niks anders dan zetmeel. Geraffineerd brood is eigenlijk bijna volledig zetmeel. Terwijl die volkoren boterham, daar zit ook wel zetmeel in. Maar daar zitten ook nog veel vezels in die de opname van het zetmeel bemoeilijken. Maar bovendien heel veel nuttige andere voedingsstoffen bevatten. Dus ik zeg tegen mijn diabetespatiënten, nou, je mag, als je brood eet, neem dan dat volkoren brood. Maar je kunt ook heel goed zonder brood. Ja. Hè? En dus zetmeelarm en suikerarm, of eigenlijk misschien wel suikerloos eten, dat is eigenlijk de meest effectieve manier voor mensen met type 2 diabetes om hun ziekte beter te maken. En voor mensen met type 1 diabetes om hun bloedsuiker ook veel stabieler te houden. Ja, nee, dat is duidelijk. Dan even de ziektes. Kijk, we hebben het veel over diabetes hier. Ik heb zelf diabetes, Wim heeft diabetes. Of eigenlijk niet meer, had diabetes moet ik zeggen. Dit hele scala aan metabool syndroom gerelateerde ziektes. Wat omvat dat allemaal?
Dat zijn er nogal wat. Hè? Want de grote ziektes zijn natuurlijk diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. De kanker komt ook veel vaker voor bij mensen met het metabool syndroom. Hoeveel vormen van kanker zijn gerelateerd aan metabool syndroom? Heel veel. Ja. Heel scala aan kankersoorten. Depressie komt ook veel vaker voor bij metabool syndroom. En er is nogal wat discussie in de wetenschap over of de metabole veranderingen, de stofwisselingsveranderingen nou oorzaak zijn van de stemmingstoornis. Of dat de stemmingstoornis leidt tot gedrag dat de stofwisseling verstoort. Maar daar zijn de boeken nog niet over gesloten. Maar het is wel een combinatie die heel vaak voorkomt. Ik denk dat dat eigenlijk wel de grootste geassocieerde aandoeningen zijn. Ja, je hebt een boek geschreven dat heet ook Hart- en Vaatziekten. Je hebt specifiek dus daar op dat segment je gericht. Daarvoor heb je al een diabetesboek geschreven. Was dat ook het idee om eigenlijk al die verschillende ziektes te behandelen, tussen aanhalingstekens? Nou, we hebben ons diabetesboek is als volgt gegaan. Ik ben eigenlijk al 10 jaar ben ik in de spreekkamer bezig om mensen te proberen uit te leggen wat ze moeten doen met hun leefstijl. Maar ik besefte altijd dat mensen de spreekkamer uitgaan en dan niks hadden om nog eens even terug te lezen of om steun bij te vinden. Ja. En toen belde Karien Hoenerdos, die ik al heel lang ken, die belde me op een gegeven moment op of ik niet belangstelling zou hebben om met haar een boekje te maken over leefstijl voor mensen met type 2 diabetes. En nou ja, ik vond dat echt een fantastisch idee, omdat ik in de spreekkamer merkte dat daar heel veel behoefte aan is. Dus en diabetes is bij wijze van spreken het prototype ziekte dat je met leefstijl ontzettend goed kunt aanpakken. En dan de tweede ziekte waar je dan aan denkt is hart- en vaatziekte. De derde ziekte waar we het net over hadden, die geassocieerd is met het metabool syndroom, is kanker. En kanker ligt wel anders. Als je aan mij vraagt van ja, is je volgende boek, gaat het dan over kanker? Mm-hmm. Bij kanker, kijk, als je eenmaal kanker hebt, dan kan je nog wel veel doen hoor met leefstijl. Maar je gaat dat natuurlijk nooit en te nimmer ga je die strijd winnen van kankercellen. Door je voeding aan te passen of het kan helpen. Daar ben ik steeds meer van overtuigd. Maar bij kanker heb je echt altijd wel iets heel gemeens nodig om die tumor aan te pakken. Voor zover wij nu weten in ieder geval. Er is een arts, zijn naam is Steve Finney. Seyfried. Sorry? Seyfried. Seyfried? Je haalt ze altijd door elkaar. Haal ik ze allemaal door elkaar? Ja, Thomas Seyfried. Ja. En volgens mij heb ik die op een congres, heb ik daar een video van gezien waar jij ook was. En volgens mij is er nog even een interactie tussen jullie ergens. Misschien een andere video. Ik heb zoveel uren aan YouTube footage gezien. Maar in ieder geval, hij heeft een trial gedaan. In totaal waren er 4 kankerpatiënten. En die zijn onder andere, die zijn in ketose gebracht en niet op een manier wat je alleen maar met voeding kunt doen. Maar die trial was ontzettend succesvol. Ja. En nu? Toen ik dat zag, had ik echt zoiets van wow, alle mensen die ik in mijn omgeving ben verloren aan kanker. Ik wou dat ik op een of andere manier dat eerder geweten had. En dat er iets kan. Bestaat er zo'n soort trial, zo'n vervolg van zo'n trial? Bestaat daar? Wat zijn de conclusies daarvan geweest? Nou, ik weet dat er heel veel dierexperimentele aanwijzingen zijn dat ketose, dat de groei van kankercellen remt. Dat er zijn dus enkele, zoals je aangeeft, enkele kleinere studies gedaan bij mensen die in dezelfde richting wijzen. Maar ik denk dat er nog veel te weinig onderzoek is om te kunnen zeggen dat ketogene voeding nou werkelijk kanker kan genezen. Nou, ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik dat moet ik nog zien. Dat ja, echt het geval is.
Wat wel, waar dus wel, en ik die die-experimentele onderzoeken, die zijn echt heel overtuigend. En ook mechanistisch, hè, dus de manier waarop ketogene een ketose kankercellen aanpakt, is behoorlijk goed onderzocht. En het zou mij verbazen als dat bij mensen niet op dezelfde manier werkt, eerlijk gezegd. En interessant genoeg hebben wij in Leiden een studie gedaan bij mensen met bij vrouwen met borstkanker. Die hebben we voor rondom hun chemotherapie hebben we die heel weinig laten eten, waardoor ze in ketose komen. Dus een ketose is een van de manieren waarop wij controleren of mensen ook genoeg hebben gedaan. Ze hebben een apart samengesteld dieet gekregen. En we hebben gekeken rondom dus alleen de chemotherapie. 3 dagen daarvoor en de dag van de chemotherapie zelf. En we hebben gekeken of dat gunstig was voor bijwerkingen en voor tumorgroei. En we hebben daar nu, die studie is afgerond inmiddels. Ik kan daar nog niet alles over zeggen, omdat we het nog moeten publiceren. En we wachten nog op commentaar van experts in de wereld, wat zij van de studie vinden en van de resultaten vinden. Maar ik kan wel zeggen dat het in ieder geval op de tumorgroei een gunstig effect had. Wauw. Ik kan me ook voorstellen dat een behandeling effectiever is op het moment dat de kankercellen natuurlijk minder actief zijn. Of, ja. Ja, exact. Ik denk zelf dat het op die manier zal worden ingezet. Ik hoop dat we uiteindelijk komen tot tot zorg waarbij zo'n ketogene dieet inderdaad als ondersteuning van medicamenteuze behandeling. Ja. Mag ik daar misschien iets op zeggen? Tuurlijk, ja. Nou, er is een, ik heb als het werk zitten kijken van een zekere meneer Kentley, en dat is echt een hele bekende onderzoeker op dit gebied. En die heeft natuurlijk, we kennen die dingen van cancer as a metabolic syndroom, dat is natuurlijk al heel oud, maar die zegt, het zit toch net iets anders en het heeft vooral te maken met het niveau van de insuline. Die kanker is echt, die heeft heel veel insulinereceptoren ontwikkeld. En het schijnt dus dat niet het zozeer de ketonen die werkzaam zijn, maar het feit dat je de insuline enorm verlaagt door het ketogeen dieet, dat hoogstwaarschijnlijk wel weer de oorzaak zit. En dan komen we toch weer bij alle leefstijlziektes zijn toch, ik vind ook, het woord metabool syndroom, ik noem liever hyperinsulinemie, hè? Dus hoge insuline, dat is denk ik toch de echte boosdoener in mijn in zijn optiek. Ja, ja. Nee, maar daar kan hij zeker gelijk in hebben hoor. Dus een van de typische kenmerken van een ketogene status is dat je ontzettend lage insulineconcentraties hebt. Anders word je nou ook niet ketotisch. Hè? Als je en insuline is een hele belangrijke groeifactor voor gezonde cellen, maar ook voor kankercellen. En een ander hormoon wat erg op insuline lijkt, het IGF-1, dat is een andere speler in dit hele spel. En als je dus heel weinig eet en vooral heel weinig suiker en eiwit, dan verlaag je daarmee ook de IGF-1-concentratie in je bloed. En IGF-1 is ook een hele belangrijke groeifactor voor kankercellen. Dus die groeifactoren zijn ongetwijfeld, spelen die een rol. En je zegt ook verlagen van eiwitten. Ik bedoel dat koolhydraten leidt tot een hogere glucosespiegel en daardoor het aanmaken van insuline is bekend. Maar wat is de rol van eiwitten? Eiwit is een hele belangrijke stimulus voor de IGF-1. Voor die insuline-achtige groeifactor. Okay. Dus als je weinig eiwit eet, dan gaat je IGF-1, concentratie in bloed gaat heel erg omlaag. Dus dat is één. En twee is dat eiwitten ook, eiwitten zijn natuurlijk de bouwstoffen van ons lijf en ook van kankercellen. En die stimuleren in kankercellen ook groeiprocessen. Ja. Dus direct, hè? Dus niet alleen via IGF-1, maar ook direct binnen de cel zetten ze van alles aan. Dus als je je eiwit beperkt, dan rem je daarmee de groei van kankercellen.
dan blijft er heel weinig over. Nog. Ja. Dan heb je alleen nog vetten en wat vezels en een glaasje water om van te leven. Ja. Ja, nee, precies. En dat is natuurlijk ook goed. Het hele idee daarachter. En dat is ook waarom het zo moeilijk is om het altijd vol te houden. Exact. Want hoeveel avocados kun je eten in je leven? Dat is lastig. Ja. Ik vind het interessant dat als je cultureel gezien kijkt naar onze moderne geschiedenis, zeg vanaf de jaartelling zoiets, dan zijn er een aantal godsdiensten die allemaal vasten hebben ingevoerd als een soort van, de moslims hebben de Ramadan, in het katholieke geloof wordt veel gevast, dat is belangrijk. Iedereen heeft wel zo'n soort vorm. Denk je dat dat op een of andere manier een soort oude kennis is die daarin is doorgecijpeld? Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Voor zover ik weet is de achtergrond van het vasten in die verschillende religies is echt heeft met het geloof te maken. Maar ik kan me best voorstellen hoor dat daar toch een soort van oud besef is geweest dat het elke dag maar weer eten, dat misschien niet zo goed is voor mensen. Ja. Hoe sta jij tegenover vasten, Hanno? Ja, ik ben zelf ik geloof dat vasten af en toe een periode vasten, dat gezond is voor ons. Ik doe het zelf ook. Ja, ik ook. Ja, ik doe het zelf ook eens in de pakweg 6 tot 8 weken eten we een dag of 4. Noem ik dan gemodificeerd vasten. Dus ik eet dan alleen maar groenten. Meestal alleen maar groentesoep. Maar ook, je kan ook gewoon broccoli eten of zo. En waarom? Omdat in groenten zit dus bijzonder weinig eiwit en zit eigenlijk geen suiker. Ja. Maar wel veel vezelrijke koolhydraten. En dan zit er ook heel weinig vet in natuurlijk, in groenten. Of geen. Dus je zou er misschien ook wel een beetje vet nog bij kunnen eten. Maar ik doe het dus door een aantal dagen achter elkaar alleen maar groente te eten. En dus niet wat nu heel populair is, dat intermittent fasting. Dus om de, bij wijze van spreken, 12 uur niet eten en dan 4 uur wel eten. Dat dus niet? Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Hoewel ook daar langzaamaan aanknopingspunten zijn dat goed voor ons is. Maar ik denk dat het beter is om een aantal dagen achter elkaar eventjes het systeem een soort kick te geven. Ja. En dat ook nog een langer durend effect heeft op je gezondheid. Ja. Dus ik geloof eigenlijk dat het intermitterend vasten of het 16-8 vasten of zo wordt het ook wel genoemd. Hè? Dus binnen 8 uur van de dag al je eten eten. Dat is wel degelijk gezond, omdat je dan in ieder geval een periode van de dag hele lage insulineconcentraties hebt. Maar ik denk dat het optimaler is om het af en toe een aantal dagen achter elkaar te doen. Ja, nou super. Nou, heel even terug naar je boek. Het is vorig jaar uitgekomen, je nieuwste boek in ieder geval, Hart- en Vaatziekte heet het. Maak jezelf beter is de subtitel. In hoeverre, laat ik het zo zeggen, ik heb het zelf niet gelezen. Dat is heel erg stom van mij, want dat had ik eigenlijk wel gewild. Maar ga ik nog zeker doen. Ik ben heel erg benieuwd, wat kun je doen voor mensen met hart- en vaatziekten? Je zei net al van diabetespatiënten, die zijn sowieso elk half jaar hebben die waarschijnlijk een diabetescontrole, een bloedtest. Ze kunnen zelf prikken, makkelijk om te testen. Ja. Wat kun je doen als je last hebt, als je een hartinfarct hebt gehad bijvoorbeeld? Ja. Laat ik het zo zeggen, ik ken letterlijk van de week loop ik iemand tegen het lijf die ik lang niet gezien heb, die heeft een hartaanval gehad of een hartinfarct gehad. En nou, die is eigenlijk weer zo van, ik ben weer helemaal op de been. Weet je, ik zie, er is een buikje. Er is wel absoluut niet iemand die in een topstaat verkeert. Weet je, dat is het zeker niet. Maar ja, ik heb zoiets van, wat kun je betekenen voor iemand die dat heeft meegemaakt? Nou, het grappige is eigenlijk dat we hebben het net gehad over het metabool syndroom als een soort basis voor die verschillende chronische aandoeningen, dus voor diabetes, maar ook voor hart- en vaatziekten. En dat je kunt op je klompen aanvoelen dat wat je kan doen als diabetespatiënt voor je gezondheid
in grote lijnen overeenkomt met wat je kan doen als hart- en vaatziektepatiënt voor je gezondheid. Dat vind ik logisch, maar nou, een hartinfarctpatiënt ziet dat verband totaal niet. Nee, dat kan ik me in het geval van, dat is bij een hartinfarctpatiënt ook lastiger dan bij een diabetespatiënt. Omdat een diabetespatiënt, zodra die zijn voeding aanpakt, kan die binnen een dag ziet hij dat zijn bloedglucose beter wordt. Ja. Dat geldt voor een hartpatiënt die, laten we dan even aannemen, geen diabetes heeft. Want die combinatie komt u ook heel vaak voor. Maar geldt dat niet. Die kan niet aan het einde van de dag zien dat zijn cholesterol beter is. Of dat zijn bloeddruk beter is. Dat heeft gewoon een veel meer tijd nodig. En is veel minder makkelijk aan de oppervlakte te krijgen. Dus het is een van de dingen waarom diabetespatiënten zo gemotiveerd kunnen zijn om iets aan hun ziekte te doen, is dat ze zo snel kunnen zien dat het beter gaat. Dat is veel lastiger voor hart- en vaatpatiënten, helaas. Hoewel de dingen die zij zouden kunnen doen en eigenlijk moeten doen om de kans op een hartinfarct kleiner te maken, in grote lijnen hetzelfde zijn als de dingen die die diabetespatiënten moeten doen. Hun voeding aanpakken, beweging, regelmatig bewegen. En dan gaat het niet over marathons lopen, maar dan gaat het over door de hele dag heen laag intensiteit inspanning verrichten. Dus een wandeling maken, af en toe even opstaan uit je bureaustoel, de trap nemen in plaats van de lift, de fiets in plaats van de auto als dat kan. Dat soort laag intensiteit of medium intensiteit, hoe je het wil noemen, inspanning, maar geen marathons, is ongelooflijk belangrijk voor de stofwisseling. En sterker nog, je kan beter door de dag heen af en toe eens eventjes een wandelingetje maken dan de hele dag zitten en dan 's avonds naar de sportschool. Ja. Dus lichamelijke beweging, stressmanagement is ontzettend belangrijk. En slaap is ook een hele belangrijke. En die dingen die gelden ook voor mensen met diabetes. En misschien wel interessant om dan die vragen erbij te pakken. Want ik heb daar drie vragen die dan ook over hart- en vaatziekte gaan. Die dan blijven we ook een beetje binnen het onderwerp. Oké, ik heb er hier al eentje klaar liggen. Jan van Overveld heeft een vraag gesteld. Die zegt, en dat slaat heel erg aan op iets wat ik ook graag wil weten. Mensen zijn jarenlang bang gemaakt. Vooral geen vet, geen eieren, et cetera, et cetera. Zodra de cholesterolwaarden hoger zijn dan de standaardwaarden, die steeds maar lager worden. Dat is ook zo'n ding. HbA1c wordt steeds omhoog gekrikt. De gemiddelde glucose in je bloed wordt steeds omhoog gekrikt. En de gemiddelde de cholesterolwaardes die je moet najagen worden steeds naar beneden bijgesteld. Waarschuwen veel specialisten dat als je niet oppast, je binnen de kortste keren met een hartinfarct op de IC ligt. Als je dat infarct al overleeft. Met andere woorden, er zijn natuurlijk ons jarenlang, decennia lang zijn wij bestookt met informatie zoals vet eten is slecht voor je, eieren eten leidt tot een hoge cholesterol. En ik zie jouw boek liggen en ik zie daar al een groot bord salade voorop staan. Hoe kun je dat plaatsen? De rol van cholesterol in voeding, het advies van voeding. Daar is de laatste paar jaar is daar heel erg veel discussie over. En een van de dingen die denk ik langzaamaan wel duidelijk zijn, is dat het verhaal van verzadigd vet is slecht, dat is een verhaal dat te ongenuanceerd is. Daar is de wetenschap het ook langzamerhand echt wel over eens, denk ik. Dus verzadigd vet is altijd beschouwd als één stof en dat is het natuurlijk niet. Verzadigd vet is een verzamelnaam voor een heleboel verschillende vetzuren, verzadigde vetzuren. En die hebben korte ketens. Of het zijn dus eigenlijk vetzuren zijn niks anders dan ketens van koolstofatomen met allemaal dingetjes eraan. Mm-hmm. En dan heb je lange ketens en korte ketens en middellange ketens. En al die vetzuren die hebben een verschillend effect op onze gezondheid. En er zijn zeker slechte verzadigde vetzuren, maar lang niet alle verzadigde vetzuren zijn slecht voor ons. En bijvoorbeeld, er zijn steeds meer aanwijzingen dat verzadigd vet uit
melkproducten, dus kaas, yoghurt, vooral de gefermenteerde melkproducten, lijken gezond voor ons te zijn. Lijken hart- en vaatziekten te voorkomen, lijken diabetes te voorkomen. En we weten nog niet precies hoe dat mechanistisch zit, maar dus dat is één ding. En dan is er het tweede ding waar zo mogelijk nog veel meer discussie over bestaat, is de rol van die statines en cholesterol in de ontwikkeling van, juist, van een hartinfarct. Hè? En als één ding wat mij betreft in ieder geval zeker is, is dat statines hebben in mijn perceptie wel een effect op het verlagen van de kans op een infarct bij mensen, in ieder geval bij mensen met een heel hoog cholesterol. Maar ik denk dat de grootte van dat effect, dat sterk wordt overtrokken. Dus dat het een relatief klein effect is. Wat statistisch zeker significant is, maar waar je kan afvragen of iemand, een patiënt, bereid is om daar jaren een statine voor te slikken. Dus wat ik vind, is dat mensen in de spreekkamer beter voorgelicht moeten worden over wat er nou precies met hun kans op een infarct gebeurt als ze die statine gaan slikken. Ja, ik vind het heel interessant, want er zit een tegenstrijdigheid in. En dat is namelijk dat cholesterol gaat omhoog op het moment dat er ook gezonde vetten worden gegeten. Ik bedoel, als ik nu een glas olijfolie zou leegdrinken en ik zou 20 minuten later mijn bloed onder de microscoop leggen, dan zou je zien dat dat een effect heeft op mijn cholesterol. Toch? Ik denk dat het vooral effect heeft op triglyceriden. Ja. Cholesterol is een stofje wat meer op de lange termijn wordt beïnvloed door wat je eet. Maar het zou kunnen zijn dat er wel subtiele verschillen zijn. Daar zou je gelijk kunnen hebben, maar ik denk eigenlijk dat het wel meevalt met die verandering van cholesterol. En hoe schadelijk is het om een te hoog cholesterol te hebben? Laten we het even over cholesterol hebben. Er valt ontzettend veel over te zeggen. Ik probeer het in één vraag te samenvatten. Dat kan helemaal niet. Wat is de rol van cholesterol? Ja, kijk, cholesterol. Dus als je kijkt naar de zogenaamde plaques, hè, de LDL is het. Ja, dus de binnenwand van bloedvaten, daar hoopt zich bij mensen die aderverkalking hebben, hoopt zich vet op. En daar zit cholesterol in. En dus die cholesterol speelt wel degelijk daar een functie bij het opbouwen van die plaques. De vraag is alleen van hoe belangrijk is de cholesterol, de LDL-cholesterolconcentratie in je bloed. Daarvoor is het, want het punt is ook nog, ja, het is best een ingewikkeld verhaal dit hoor. Dus LDL is, je hebt dus cholesterol wordt verpakt in het bloed in deeltjes, want dat kan niet anders, want cholesterol is niet wateroplosbaar. Dus als je dat zomaar in je bloed loslaat, dan gaat het niet goed. Dus dat moet verpakt worden in deeltjes die wateroplosbaar en dus in het bloed oplosbaar zijn. Nou, die deeltjes, daar is dus het LDL-cholesterol. Mm-hmm. Je hebt het HDL-cholesterol. En dan heb je ook nog allerlei andere kleinere, wat grotere cholesteroldeeltjes. Maar LDL en HDL zijn de meest voorkomende deeltjes. Het LDL-cholesterol geldt dan als het slechte cholesterol. Slechte deeltjes en het HDL zijn de goede deeltjes. Omdat als je een hoge HDL-concentratie in bloed hebt, dan lijkt de kans op een hartinfarct juist kleiner te zijn. Nou, die LDL-deeltjes, dat is niet één deeltje. Dat is ook weer verdeeld in grotere en in kleinere LDL-deeltjes. En het is afhankelijk van bijvoorbeeld hoeveel koolhydraten je eet, wat voor LDL-deeltjes je in je bloed hebt zitten. En juist als je dus veel koolhydraten, veel hoge suikers hebt, dan gaan die LDL-deeltjes, die worden kleiner. En die worden daarmee, zijn die slechter voor je bloedvaatwand.
Terwijl als je zuinig bent met zetmeel en suiker, dan worden die LDL-deeltjes groot, de LDL-deeltjes worden groter en zijn daarmee minder schadelijk. Dus LDL-concentratie alleen zegt maar heel beperkt wat over de schadelijkheid van die deeltjes. Het gaat ook nog erom van zijn ze groot of zijn ze klein. En dat wordt aangestuurd door voor een belangrijk deel door wat je eet. En, maar ja. Misschien, want je moet dan eigenlijk ook naar een heel panel kijken. Hè, kijk dus ook naar de hoogte van de HDL, maar kijk ook naar triglyceriden. Kijk ook naar HbA1c. Ja, ja. Als jij een hele hoge triglyceride hebt en een heel hoog HbA1c, dan kun je bijna op vertrouwen dat het ook hele slechte LDL is. Hè. Terwijl als jouw HDL, als jouw triglyceriden laag zijn, is vaak het LDL ook groter. Ja, ben ik met je eens. Ja, dus er wordt geen onderscheid gemaakt in een soort, in de grootte van de LDL-deeltjes. Nee. Het is gewoon op je uitslagformulier is het gewoon LDL. Ja. En dan heb je nog het op het moment toen ik begon met een ketogeen dieet en ik in ketose raakte. Toen heb ik daarna een halfjaarlijkse diabetescontrole gehad. En vrij uitgebreide onderzoek laten doen naar mijn bloed. Toen viel het me op dat mijn triglyceriden waren hoog. Mijn cholesterol was helemaal hoog. En ik had echt zoiets van, ja, dat is wel te verklaren door het feit dat ik veel meer vet ben gaan eten. Maar mijn HbA1c was echt gekelderd. Gewoon. Dus mijn glucosewaarden waren eigenlijk bijna op de grens borderline diabetes. Dus ik had mijn diabetes ben helemaal teruggebracht. Maar ja, ik zag het wel terug in mijn LDL en in mijn triglyceriden. Moet ik me dan zorgen maken? Mag ik daar ook nog iets over zeggen? Ja? Ja, want ik zie dus ook heel veel in, bij de mensen die bij ons in de groep. Normaal gesproken is de standaard, als je ketogeen bent, dan gaat je triglyceriden gaan echt heel laag. Er zijn, dat is de regel. En het is eigenlijk vaak een, het is ook een van de vragen, bij sommige mensen niet. En ja, ik vind dat ook wel heel. Ja, wat zou daar de reden van kunnen zijn? Ja, ben ik het helemaal met Wim eens. Het hangt er overigens wel van af wanneer je die triglyceriden dan meet. Hè? Want als je ze meet op een willekeurig moment van de dag, als jij al flink wat waarschijnlijk vet hebt gegeten, dan verwacht je wel hoge triglyceriden. Het nuchter was het. Het was echt nuchter. Ja. Ja, want je nuchtere triglyceriden verwacht je echt bij ketogene voeding dat die heel laag worden. Omdat de triglyceriden die je in je bloed hebt in nuchtere toestand, die worden bijna allemaal gemaakt uit glucose. En dus als je heel weinig glucose of zetmeel eet, dan maakt je lever daar geen vet en geen triglyceriden meer van. En dan krijg je ze ook in nuchtere toestand niet in je bloed. Als je veel vet eet, dan wordt dat in de darm wordt dat natuurlijk opgenomen en verpakt in andere deeltjes, heet de chylomicronen. En als je dan na de maaltijd gaat meten, ja, dan vind je dus hoge triglyceriden, omdat je die net in je voeding hebt gehad. Aha, dus er is toch iets niet goed in, wat dat betreft. Zou het misschien iets kunnen wijzen op leververvetting of zo? Of dat de lever dan niet optimaal functioneert, nog niet bij die mensen? Nou ja, kijk, de triglyceriden die je in nuchtere toestand in je bloed hebt zitten, die komen juist allemaal uit de lever. Dus die worden door de lever, als insuline heel laag is, dan is het zo dat de lever alle opgeslagen vet loslaat. Die laat de lever gaat heel veel zogenaamde VLDL-deeltjes maken, waar al dat vet uit de lever is verpakt en dat geeft het af aan de bloedbaan. En dus je verwacht juist dat als je. En nogmaals, dat vet wat in de lever zit, wordt voor het allergrootste gedeelte wordt dat gemaakt uit zetmeel en glucose. Dus je verwacht eigenlijk dat iemand als die ketogeen eet, dat die hele lage nuchtere triglyceride-concentratie krijgt. Als dat niet het geval is, dan is er misschien wel iets mis met de stofwisseling van triglyceriden in het bloed. Dat kan ook nog, hè? Want je kunt dus heel veel triglyceriden in je bloed
door de lever, die worden dan door de lever losgelaten, zullen we maar zeggen. En dan moet het vervolgens, moeten die triglyceriden in het vetweefsel weer uit de bloedbaan worden verwijderd. Of in weefsels worden verbrand. Mm-hmm. Nou, dat proces kan ook gestoord zijn als je enzymdefecten hebt en zo. Maar dat wordt dus een hele ingewikkelde en ook veel zeldzamer geschiedenis. Interessant, Nate. Geweldig. Ik wist al, ik moet het niet over mijn eigen bloedwaarde gaan hebben. Nee, maar het was ook een van de vragen. Want ik ja. dus ook, en dat is het natuurlijk ook, jullie hebben nu het NILG, het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Waar het natuurlijk heel erg interessant is om juist dit soort vragen te gaan onderzoeken. Want er is nog niet zo bekend van wat gebeurt er bij mensen die hun diabetes omkeren, die in ketose gaan of op low carb. Waarom de standaardreactie lagere triglyceriden, maar waarom hebben nu sommige mensen hogere triglyceriden? Ja. Daarnaast zie je ook, je hebt bij mij in de groep, daar heb je zogenaamde superresponders. Daar was ik er ook eentje van, die vallen af en die keren meteen om. En je hebt ook mensen, dat heeft het langer nodig. En dus wat is nu het prototype van zo'n hyper, van een non-responder en een responder? Dat je daardoor misschien kan zeggen, ja, bij die meneer zal, of die mevrouw zal dit wel werken. En bij die kunnen we beter een andere aanpak. Ja, dat is, daar heeft Wim een heel goed punt. Hè? Dus mensen, dat weten we steeds beter, zijn echt allemaal verschillend. Ook in de manier waarop ze op voeding reageren. Het is sterker nog, als je iemand een glucose drankje te drinken geeft, dan hebben sommige mensen, het is echt verbijsterend, nauwelijks een stijging van hun glucose in hun bloed, terwijl anderen een enorme piek krijgen. En die individuele verschillen, daar wordt nu steeds meer onderzoek naar gedaan. Waarom is dat nou zo, dat mensen zo verschillend zijn? En een van de dingen waar daar veel aandacht voor is, is het darm, de bacteriën in de darm, het microbioom. Dat verschilt enorm tussen mensen en dat speelt daar waarschijnlijk een belangrijke rol. Maar er zijn veel meer factoren. Maar dit is waar we het nu over hebben. Dat is echt de, hoe noem je, de cutting edge van medisch onderzoek op dit ogenblik. Want alles wat ik hoor is van ja, er is onderzoek, er is een onderzoek, er is nog een onderzoek en weer een tegenonderzoek. En we weten het eigenlijk nog niet 100%. Misschien, want ik heb hier ook nog eens een vraag van een van mijn deelnemers die daar gewoon perfect op aansluit. Dat is van Monique en dat is ook nog een van onze moderatoren, die echt ook weer andere mensen helpt. Mm-hmm. Ze zegt, en dat is dan echt een vraag die ik echt aan jou wilde stellen, want die leeft heel vaak, zeker na die uitzending toen die jullie gedaan hebben met Pioppi. Ja, het Pioppi-dieet. Daar heeft Hanno toen ook aan meegewerkt, ja. Die uitzending. En toen was hij daar samen met Suzanne Wopperijs van TNO, waar jij heel veel mee samenwerkt, een onderzoeker. En zij zou dus graag willen weten welk subtype diabetes ze heeft. Want jullie hadden het daar over bepaalde subtypes van diabetes. He, je hebt iemand die in de pancreas resistent is, in de spieren of in de lever. Dat kun je laten uitzoeken door middel van bloedonderzoek, nou, ik zou dat graag, ze wil dus gerichter haar leefstijl kunnen aanpassen. Mijn huisarts geeft geen gehoor. Kan ik beter een verwijzing naar een internist aanvragen om dit uit te laten zoeken? Nou, het probleem daarbij is nog een beetje dat de test die TNO daarvoor ontwikkeld heeft, die is nog niet zomaar in de klinische praktijk beschikbaar. Daar zijn we nu wel hard mee bezig hoor. We zijn in een wijk in Leiden zijn we daarmee aan de slag. En dat lijkt een hele interessante manier om mensen inderdaad nog weer een stapje verder te helpen in wat ze specifiek voor hun eigen situatie kunnen doen om hun diabetes beter te maken. Dus wat doen we dan? Het punt is dat bij type 2 diabetes het begint met ongevoeligheid voor insuline. Mm-hmm. Althans de klassieke vorm van type 2 diabetes. Dus dat zijn heel vaak mensen die wat te zwaar zijn en die worden door hun overgewicht worden die minder gevoelig voor insuline. En dat kan zijn in de spier, dat kan zijn in de lever of in het vetweefsel. En dan is er in de loop van de ziekte gaat de alvleesklier ook minder insuline maken bij veel patiënten met type 2 diabetes. Nou, je kunt je dus voorstellen op die vier punten dat bij de ene patiënt anders is dan bij de ander. Dus dat de ene patiënt een hele ongevoelige lever heeft voor insuline, de ander meer de spieren. En waar wij nu naar op zoek zijn is
Wat kunnen mensen die leverresistent zijn, zoals we dat dan noemen, kunnen die beter iets anders doen dan mensen die spierresistent zijn? En je kunt je goed voorstellen dat je kunt je spieren bijvoorbeeld veel gevoeliger voor insuline maken door te wandelen, door iets te doen met je spieren. Laag intensieve training. Hè? En hoog intensieve training overigens ook, dat werkt ook. Maar laag intensieve training is al een fantastische eerste stap. En, maar als je nou patiënt bent en je spieren zijn eigenlijk helemaal het probleem niet, maar je lever is meer het probleem, dan moet je, zijn er wat aanwijzingen, dus juist met voeding stappen maken. Dus dat is een gebied wat zich nu aan het ontwikkelen is. De test die daarvoor bestaat is door TNO ontwikkeld, maar die heeft nog geen enkele internist in Nederland beschikbaar. Wij doen het zelfs ook nog niet in de klinische praktijk. Maar we zijn wel stappen aan het maken daarmee. Dus dat heeft nog even tijd nodig. Ja, ik wou nog even, wat we niet helemaal af hebben gemaakt bij dat cholesterolverhaal, is die rol van die statines. En statines worden heel veel voorgeschreven. Sterker nog, mijn dokter of diabetespleegkundige begon er ook over. Volgens mij, iedereen die boven de 45 is en die ook maar een klein beetje een hogere bloedwaarde van het een of ander krijgt statines voorgeschreven tegenwoordig. Ik heb gelezen en begrepen dat de bijwerkingen echt best heftig kunnen zijn. Mensen hebben variërend van spierpijnen tot echt grote problemen. Ik zie ook een vraag, Anke van der Zijde, die heeft een man en die heeft een hartinfarct gehad en een herseninfarct gehad. Maar heeft zware bijwerkingen van die statines, veel spierkrachtverlies. En dan is het de vraag van, als nou juist het doel is om meer te gaan bewegen, ja, en slimmer om te gaan met voeding. Het slikken van een pilletje is bijna in dit geval een oplossing die tegengaat dat je met voeding aan de slag gaat. Ja. En het verlies van spierkracht leidt ertoe dat je minder gaat bewegen. Ja. Ik bedoel, het tegenovergestelde wordt bewerkstelligd waarschijnlijk voor deze figuur. Ja, daar kan je zeker. Daar kan je van alles bij voorstellen. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die in meerdere of mindere mate last hebben van statines. Vooral als het gaat om spierpijn. Ja. En uiteraard, als je last hebt van je spieren, dan ga je die minder gebruiken. Ja. Dus dat kan een absoluut averechts effect hebben op de regulatie van je bloedglucose. Hey, ik kan me voorstellen, dat is het rare, maar toen ik in ketose was en ik werd 's ochtends wakker, ik stond op alsof ik 18 was. Terwijl ik heb wel eens van, als ik gesport had of wat dan ook, dat ik gewoon 's ochtends gewoon, ja, je kent het wel, weet je, gewoon even stijf en je moet er even doorheen voordat je gewoon weer soepel loopt. Ik was echt, ik sprong als een als een veer uit bed. Weet je. Ik voelde me echt letterlijk heel jong daardoor. Ja. En ik realiseerde me van, ja, er zijn andere manieren om dit te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door ketose, door die soepelheid. En als mensen vast komen te zitten, is er een verband tussen, of is er eigenlijk een onderzoek gedaan naar als je in ketose bent, maar wel die statine slikt omdat je cholesterol hoog is? Nee. Dat gebeurt dat natuurlijk ook weet. Weinig. Niet dat ik weet. Interessant. Hè, want ik wil daar toch nog wel eens een vraag hier nog stellen. Hè. Veel hartpatiënten gebruiken na een hartinfarct of preventief jarenlang cholesterolremmers, metformine en bloedverdunners. Nou, dat is bekend. Steeds vaker hebben de mensen wel behoefte om iets aan hun leefstijl te gaan doen. Hè. Dus dan gaan ze naar hun arts en dan zeggen ze, ja, ik wil toch eens gaan kijken, wat kan ik doen met de leefstijl? En dan is die cardioloog en die huisarts, die zegt, zeer terughoudend. En dat helpt de patiënt niet om een alternatieve aanpak te gaan kiezen. Want die arts zegt gewoon, u moet die statine slikken, want u krijgt een hartinfarct als u dat niet doet. Ja. Dus hoe kan die patiënt, die wil wel, die heeft jouw boek gelezen en die wil wel, maar... Ja, nee, dat vind ik ook een probleem. Ik vind dat artsen patiënten beter moeten voorlichten over wat die statines nou precies doen met de kans op een infarct. En zodat mensen uiteindelijk zelf een keuze kunnen maken
of ze die statine wel of niet willen slikken. En als je tegen een patiënt zegt in de spreekkamer van luister, u moet die statine slikken, want anders krijgt u een hartinfarct, dan geef je misinformatie. Ja. Want het is in de eerste plaats is het zo dat mensen die statine slikken, dat er nog steeds best veel mensen zijn die statine slikken die toch een infarct krijgen. En omgekeerd, als je de statine niet slikt, dan is het helemaal niet gezegd dat je een infarct krijgt. Dus die nuance, die komt in de spreekkamer totaal niet aan bod, volgens mij. En dat is niet goed, want mensen moeten zelf kunnen besluiten of ze nou wel of niet die pil willen slikken. Ja, ik volg op Twitter een Amerikaanse arts die heet Dr. Tro. En die is een fanatieke voorstander van ketogene levensstijl. En die zei iets wat me echt heel erg bij me resoneerde. En die zei van, het valt me op dat de mensen die ik in de praktijk krijg, bij wie het ketose verhaal goed aanslaat, dat mensen zijn die ook nog andere dingen met elkaar gemeen hebben. Ze zijn vaak anti-autoritair. Zelfs vrij opstandig als het gaat om advies en dat soort dingen. Zijn geen liefhebbers van de overheid en regeltjes en dat soort dingen. Zijn vaak ondernemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen over de richting waar hun leven op gaat. Dat soort dingen. En dat vond ik, dat resoneerde bij mij heel erg. Omdat ik zoiets heb van, je moet best wel van goede huizen komen om tegen een arts die tegenover staat, die zegt van, je moet statine slikken, om te zeggen van, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga mijn eigen onderzoek doen. En weet je wat, we spreken elkaar nog wel. Weet je wat, ik ga ergens anders een second opinion vragen. Ik ben namelijk wel iemand die dat doet. En ik realiseer me wat een probleem het oplevert. Vooral als je niet in een grote stad woont waar je toegang hebt tot veel andere artsen of ziekenhuizen of wat dan ook. Absoluut, absoluut. Als een dokter tegen jou zegt als patiënt van je moet die statine nemen, want anders dan krijg je een hartinfarct, dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Wil je zeggen van, nou, daar gaan we nog maar eens even over nadenken. Ja. En dus, maar ik vind het de taak van artsen om mensen voor te lichten over wat er met ze aan de hand is en wat de medicijnen die ze krijgen voor ze kunnen betekenen. Ja. En als dat niet gebeurt, ik vind het, dit is echt misinformatie. Hè? Als je tegen mensen zegt van, oh, u moet die pil slikken, want anders krijgt u een hartinfarct. Dat is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Ik heb hier in Amsterdam van een huisarts wel eens doorgekregen van, oh, er komt er weer zo eentje met Google-informatie. Ja. Ja. Ja, maar dat is wel de realiteit van vandaag. Hè? Ja. Hè, dus mensen, en ik ben daar eerlijk gezegd blij om. Ik heb soms, bij mij in de spreekkamer speelt tijdgebrek, net als bij iedereen in de zorg, helaas een enorm grote rol. Dus ik probeer wel mensen die met informatie komen, daar probeer ik echt serieus mee in gesprek te gaan. Omdat ik vind dat zo moet het. Mensen moeten zelf het heft in handen nemen. En die informatie, die helaas klopt die natuurlijk niet altijd, die ze van Google vissen. Maar daar ben ik dan voor, om dat te corrigeren. Ja. Nou ja, en ik vind dat eigenlijk ook wel een compliment dat ik toch aan Hanno wil geven. Hè, dat hij ook van het begin af aan, kijk, wij zijn een patiëntenorganisatie opgericht voor en door patiënten. Hè, zo'n echte grassroots movement. Mm-hmm. Dat Hanno toch altijd bij ons, hij zit bij ons in de raad van advies. Hè, hij helpt ons en Dat tekent wel wat Hanno nu zegt, hè? Dat hij ook ons en mij als patiënt, want ik ben ook maar gewoon patiënt die dan andere patiënten probeert te inspireren, maar dat hij ons serieus neemt en een platform geeft. En ja, maar ook zichtbaar is. Want ik vind dat heb ik persoonlijk, daar heb ik heel veel aan gehad. Inderdaad, ook Hanno, jouw lezingen die ik online heb gezien. Eigenlijk als een van de eerste Nederlandse artsen zichtbaar is met een ander verhaal dan het standaard medische verhaal. En niks ten nadele van het merendeel van de artsen. Want ik weet zeker dat het heel genuanceerd ligt. Alleen ik zie die verhalen niet als je op zoek gaat in de media. Ik bedoel, ik zie NOS langskomen bij jou in het ziekenhuis. En dan zie ik jou meewarig naar de cola-automaten en de broodjes die er liggen kijken. En dan zeg je van, ja, je kan niet alle oorlogen winnen of zoiets. Ja, of, ja, je moet je battles zelf uitkiezen. Ja. En ik snap dat helemaal. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om zichtbaar te zijn. Omdat je hebt die bakens nodig. Je hebt een ambassadeur nodig voor
om maar, al is het alleen maar om mensen aan het twijfelen te krijgen en zichzelf, dat ze zichzelf de vraag durven stellen van, zijn die statines wel voor mij? Misschien hoor ik wat anders van dokter Hanne Pijl of iets anders van mijn eigen huisarts. Weet je wat, ik ga het zelf uitzoeken. In plaats van dat er maar één waarheid is. Vanuit, en dat die ene waarheid is, dat is echt een illusie. Dat is misschien wel de meest dodelijke conclusie die er getrokken kan worden. Ja. Ja, maar dus eens. En ik, maar ik wil toch wel even terug naar Wim. Want kijk, ik vind dat Wim, wat Wim doet, dat is. En Wim is echt een voorloper. En wat jij zelf gedaan hebt trouwens, vind ik ook echt. Zo moet het. Jij moet, aan Wim te danken. Ja, nee, maar dat. Nou ja, goed. Dus dan gaan we weer terug naar Wim. Maar wat Wim. Zijn Facebookgroep en de manier waarop hij omgaat met ziekte en andere mensen helpt om van hun ziekte in ieder geval te verbeteren. Dat is precies waar volgens mij de zorg naartoe moet. Hè. Dus de verantwoordelijkheid, Wim neemt daar verantwoordelijkheid voor. Die heeft verantwoordelijkheid voor zichzelf genomen en die helpt anderen om hun ziekte aan te pakken. En ik denk dat een hele goede beweging is eigenlijk. Ja. Dus ik support dat ook enorm. Ik vind dat bijzonder. Ja, en ik vind ook, hè, dat is ook in jouw definitie, want ik ken natuurlijk al jouw lezingen natuurlijk ook, en ik was er vaak zelf bij. Hè. Als je het hebt over leefstijlgeneeskunde, dan is toch regel 1, stel de mens, hè, ik noem hem niet meer patiënt, stel de mens weer centraal. Hè. Ja. En zeker nu met de opkomst van de digitale media, we kunnen nu dankzij, we hebben de kennis in Google eventueel, mits begeleid en ondersteund door een arts die toch het kaf van het koren kan scheiden. Maar ook de social media die toch een hele belangrijke rol kunnen spelen. Hoe wij als patiënt elkaar kunnen ondersteunen en helpen. Maar ook bijvoorbeeld de omkomst van het PGO, de persoonlijke gezondheidsomgeving, dat straks alle mensen weer op een app al hun data kunnen gaan zien, zodat ze ook die data hebben, zodat ze ook hetzelfde kunnen zien wat die arts ziet. Hè, en dat hij, als hij naar die dokter toe gaat, dat hij zijn onderzoek al bij zich heeft. En maar ook bijvoorbeeld, hè, als ik vandaag bij de huisarts ben, ik kom morgen toevallig bij Hanno. Hanno, vaak praten die systemen niet met elkaar. Nou, maar sterker nog, mensen vragen de uitslag van hun bloedonderzoek niet. De dokter zegt bijvoorbeeld, nou, alles is oké. Oké, en dan hoor ik zo'n verhaal. Ik zeg van, maar wat was dan je glucosewaarde? Wat was je HbA1c? Ja, weet ik veel. Dat ga ik toch niet vragen. En ik heb echt zoiets van, ik ga nooit weg zonder dat uitgeprint mee te nemen. Omdat ik kan me gewoon niet voorstellen dat je die informatie aanhoort. En dat je zegt van, ja, je auto is oké hoor. Het maakt wel raar geluid, maar ja. Het is oké. Nou, sterk, maar ik zou wel eens Zuid-Frankrijk rijden. Voor een hele grote groep, hè, ik praat niet voor iedereen, hè, maar voor een grote groep mensen die dat zelf willen weten, is het gewoon beter om, voordat jij naar die dokter gaat, die uitslag te zien, zodat je hem ook gericht kan vragen. Hè, zodat hij niet bij de dokter, oh ja, meneer, uw HbA1c is 10 keer zo erg geworden. Maar dat je van tevoren al voorbereid bent, zodat je ook die dokter gerichter kan vragen van wat er aan de hand is. Ik heb één opmerking daarover. Ik heb toevallig, een van de dingen die me gefascineerd heeft de afgelopen half jaar, is dat ik veel gelezen heb over hoe mensen leren. En waar ik achter ben gekomen is dat mensen op twee verschillende manieren kunnen leren. Top-down en bottom-up. Ze kunnen een onderwerp waarin ze intrinsiek gemotiveerd zijn om daar iets over te leren, kunnen ze kleine stukjes van nemen en daar kennis aan toevoegen. Of ze kunnen eerst het volledige overzicht krijgen over iets en dan zo inzoomen op de kennis die ze nodig hebben. En die twee verschillende manieren van leren is eigenlijk een groot probleem, want in onze onderwijssysteem hebben we maar één. Wij onderwijzen eigenlijk alleen maar bottom-up. Je krijgt eerst, moet je alle rijtjes leren en pas veel later leer je een taal spreken, bij wijze van spreken. Terwijl ongeveer 50% van alle mensen leert andersom. En het interessante van dit onderwerp vind ik, als je een diagnose krijgt zoals diabetes, of je hebt misschien een hartinfarct, of er gebeurt iets anders ingrijpend in je leven, wat je hele bestaan eigenlijk de fundamenten eronder wegschopt, want zo heb ik de diagnose ervaren. Er is bijna niets wat je zo snel, zo intrinsiek gemotiveerd maakt in een onderwerp als gezondheid als zo'n diagnose. En ik vind dat een bij uitstek een fantastische
fantastisch moment is om op de heftigheid van die diagnose gelijk de eerste zet in de juiste richting te geven. Om mensen hopelijk door de eerste stukje kennis heen te krijgen van wat gezondheid nou werkelijk is. In plaats van dat je naar huis gestuurd wordt met een doos pillen en zoek het maar lekker uit. Want dat is namelijk wat er over het algemeen in de praktijk gebeurt. Ik ben benieuwd of dat, of je daar... zie je daar een mogelijkheid? Dat diagnosemoment, die schok die mensen krijgen, van op het moment dat er iets erg is van, maar dit is niet het is geen veroordeling, het is een begin van jouw nieuwe leerproces, waarin je nu heel gemotiveerd gaat raken, want je hebt geen keus, je bent zelf verantwoordelijk. Hier is een boek, Hart- en Vaatziekte. Maak jezelf beter, bij wijze van spreken. Ja, ja. Nou, kijk, als je het aan mij vraagt, dan zou ik, als ik die diagnose kreeg, denk ik inderdaad uitermate gemotiveerd raken om daar dan ook om dat aan te pakken, zelf aan te pakken en het probleem op te lossen zo mogelijk. Hè? Ja. Het is de kans dat, zeker als je net de diagnose krijgt, is de kans dat je het helemaal weg kan krijgen, is best heel groot. Dus, maar er is een maar, en dat is dat ook hier weer, zijn alle mensen anders. Er zijn ook mensen die er op een totaal andere manier in staan, die ik lang niet altijd begrijp, moet ik eerlijk zeggen. Maar die zeggen van ja, het zal allemaal wel, maar geef mij maar een pil. Ja. En dan kijk ik wel naar het schip strandt. Die mensen zijn er ook, tot mijn verbijstering, maar... maar ja, dat is wel de realiteit. Ja, dus dat is inderdaad wel waar. Ja, misschien is dat die depressie die je ook door komt kijken op het moment dat je... Maar goed, oké. Okay. Dus misschien moeten we nog wat vragen langs Wim. Heb jij... ja, ik heb ook wat algemene vragen. Hier bijvoorbeeld van Olga. Welke groepen moeten wij overtuigen om leefstijl als medicijn in te bedden in de zorg? De artsen, de burgers, de politici, de verzekeraars. Graag hoor ik van jullie beiden de mening. Ja, ik denk dat alle stakeholders, alle spelers, geloof ik wel genoemd zijn. Kun je het nog een keer zeggen, Wim, welke ze nou had? Wie moet het doen? Welke groepen moeten wij overtuigen? De artsen, de burgers, de politici of de verzekeraars? Ja, ik denk allemaal. Ik denk echt allemaal. Ik denk dat al die partijen een rol spelen hierin. En dat het bedrijfsleven tenslotte ook geactiveerd moet worden. Hè? Want leefstijlgeneeskunde kan alleen maar in onze maatschappij een kans krijgen als daar een economisch model omheen is. Hè, dus er moet geld aan verdiend worden. Want anders dan... anders gaat het niet werken. Maar primair de burgers en de artsen, dat zijn, en de ziektekostenverzekeraars, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste spelers. En de politiek heeft ook een rol. Ja, ik ben er een heel model voor aan het bedenken. Er zijn in feite een aantal stakeholders als we gezonder worden. Dat zijn de zorgverzekeraars. Dat is de gemeente of de overheid. En de mensen zelf. Misschien zou het gewoon eens interessant zijn om een soort, en dan komen we een beetje bij jou, een soort digicoin te geven aan mensen waarin ze een bepaald leefstijlbudget krijgen. Waarop ze dus, je kan het met cryptocurrency, kan je dus zeggen dat mensen kunnen een coach inhuren of een diëtiste of een kookworkshop. En dat daar bijvoorbeeld door werkgevers en door de zorgverzekeraar en eventueel de gemeente of de overheid mensen een budget gekregen om is iets te gaan doen met die leefstijl. Want nu is het eigenlijk, als je iets doet aan leefstijl, word je gestraft. Toen ik aan de insuline zat, kreeg ik alles gratis. Nu, als ik nu mijn bloed wil meten, moet ik het zelf betalen. Maar dat is interessant. Kijk, straf en beloon is eigenlijk hetzelfde. Hè? Hetzelfde schaal. Ja, maar er is ook shared profit. Dat zit in het model wat ik dan bedenk, zit er ook shared profit. Dus als iemand zijn diabetes omkeert, geef hem dan een beloning dat hij een jaar lang gratis mag gaan sporten of zo. Want die verzorgverzekeraar die verdient ook dat die mens minder zorg nodig heeft. Dus nu hebben we eigenlijk, we worden gestraft voor leefstijlverbetering en we worden beloond door fout gedrag. En ik denk dat, en zeker met de cryptocurrency, waar jij wel. Kunnen we dat ook heel goed sturen waar dat geld naartoe gaat? Ik heb zoiets van, ja, je kunt mensen betalen om gezond te zijn. Maar wat, ik bedoel, gezondheid is onbetaalbaar. Weet je? Ik bedoel, als mensen niet gemotiveerd zijn om voor hun gezondheid
de verantwoordelijkheid te nemen. Ja, maar wat ga je ze betalen? 10 euro om een broccoli te eten? Het lijkt me heel moeilijk om daar motivatie uit te halen. Ja, maar laat mensen dan in ieder geval zelf kiezen waar ze geld aan uitgeven. Aan een diëtiste of aan een leefstijlcoach of aan een sportarts. En nu zijn er bepaalde stramienen waarin je mag naar de diëtiste 3 keer. Maar geef mensen ook zelf wat budget en geef zelf wat ruimte. Weet je wat ik heel interessant vond? Dat ik ik heb type 2 diabetes, dus ik kreeg mijn glucosemeter niet vergoed. Hè? Mm-hmm. Terwijl er is geen instrument wat zo'n effect op mijn gezondheid heeft gehad als die glucosemeter. Bizar dat ik kan voor duizenden euro's kan ik medicijnen gratis tussen aanhalingstekens ophalen. Maar een glucosemeter van 25 euro, dat kan niet af. Dat vind ik insane. Ja. Aan de andere kant, ik ging naar de apotheek en ik wilde die glucosemeter kopen. Daar kost die 75 euro. Dat is 75 euro voor een glucosemeter. Dat is nogal duur. En toen zeiden ze letterlijk van ja, maar mensen komen je op recept afhalen. Niemand ziet die prijzen. Dus ik ga naar online naar een van de website. Dat kost die 25 euro. En ik had zoiets van, maar dit hele circus klopt van geen ene kant meer. Uh-huh. Weet je? En ik denk inderdaad van ja, als dat transparanter zou zijn, wat Wim ook zegt, als je zou zien wat je behandeling kost, misschien dat je enigszins snapt dat het anders kan, dat het anders moet. Of dat het in ieder geval, ja, ik weet het ook niet. Aan de andere kant, je zou in Amerika kun je zeggen, waar iedereen voor alles zelf moet betalen, dat ze gemotiveerd zouden zijn, ook financieel gezien, om verantwoordelijkheid voor gezondheid te nemen. En ik geloof dat de helft van de bevolking inmiddels tegen de diabetes type 2 aan zit. Ja. Het gaat helemaal nergens over. Dus ja, zelfs dat helpt mensen niet om gezond te blijven. Nee. En we hebben natuurlijk ook samen in het NRC hebben we dat stuk, dat ingezonden stuk, wat 25 hoogleraren hebben ondertekend om toch ook de minister onder druk te zetten. Dat is toch vorige maand, er zijn kamervragen geweest om toch leefstijl, dat toch een soort in de basis moet komen. En of dat, jij bent ook bij Voeding Leeft, daar zijn ze toch ook hard aan het werk om dit soort leefstijlen. Zeker. Ja. Aanpakken, hè? Maar dat is nog langer niet. Hè? Dit is nog de uitzondering. Hè? Zeker, dit is echt een grote uitzondering. Voeding Leeft is wat dat betreft een voorloper. Ja. Die doen ontzettend veel moeite om hun leefstijlprogramma in de basisverzekering te krijgen. En dus VGZ is wat dat betreft dus stimuleren ze en die gaan nu ook mee. Het zit nu in het voor een aantal jaar in ieder geval in het basispakket van VGZ. Dus, maar er zijn nog veel te weinig andere verzekeraars die volgen. Ja, wij zijn ook in gesprek met zorgverzekeraars en we proberen ook alles om de patiënten hier een stem te geven. Ja. Ook wij hebben het ook mee ondertekend in het NRC dus. Even een aantal vragen die ik hier terug zou komen, die misschien wel relevant zijn voor dit onderwerp. Ik zie veel mensen die zeggen van ja, ik ben begonnen met koolhydraatarm eten. Ik ben begonnen met gezondheid, tussen aanhalingstekens. Want dat betekent voor iedereen misschien wel wat anders. En de resultaten vallen tegen in het begin. Dat is mm-hmm. niet wat ze verwacht hadden. En Wim, dat is ook iets wat ik eigenlijk elke week tegenkom op jou in jouw Facebookgroep, dat mensen posten dan waardes en dan zeggen ze van ja, eigenlijk had ik meer verwacht of het gaat, ik heb een beetje een terugslag. Hanno, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Wat gaat er niet goed? Nou, dat heeft dus te maken met verschillen tussen mensen als het gaat om hun reactie op voeding en beweging en alles wat ze doen eigenlijk. Hè, er zijn mensen reageren ook op heel anders op stress. Dus je kan, het is heel moeilijk nog om te voorspellen hoeveel iemand nou precies kan bereiken door leefstijl aanpassing te doen. En dat heeft onder andere te maken met één belangrijk ding wat ik in de spreekkamer vaak tegenkom. En dat is dat als het gaat om, als we spreken over type 2 diabetes, dan heb ik het ook in het boek, in de boeken die ik heb geschreven, over wat ik inmiddels noem de klassieke vorm van type 2 diabetes. En dat is de vorm die eigenlijk zonder uitzondering gepaard gaat met overgewicht. Er zijn ook mensen die de diagnose type 2 diabetes krijgen, die geen overgewicht hebben of nauwelijks. He, dus nu hebben wij de neiging in de zorg om iedereen die geen type 1 diabetes heeft, om die de diagnose type 2 diabetes te geven. We weten inmiddels dat de oorzaak van
wat we dan type 2 diabetes noemen bij mensen met een min of meer normaal gewicht, ligt anders dan bij de mensen met overgewicht. Dus daar speelt ongevoeligheid voor insuline veel minder een rol. Daar speelt vooral minder insulineproductie een rol. Oh. De oorzaak daarvan is vaak heel onduidelijk. Er zijn allerlei wel gedachten over, maar dat weten we gewoon nog niet precies. Maar de essentie is dat als jij te weinig insuline maakt, dan kun je nog steeds wel veel bereiken door je leefstijl aan te passen. Maar je komt nooit van je medicijn af. Want zonder insuline gaat het gewoon niet. Dat weten we van type 1 diabetes. Hè? Mm-hmm. Type 1 diabetes patiënten zullen altijd insuline moeten spuiten. Wat ze ook doen met hun leefstijl. Hoewel hun leefstijl ze ontzettend kan helpen. Omdat ze minder insuline hoeven te spuiten dan, wat gezonder is. Precies. Ze hoeven veel minder insuline te spuiten. Ze hebben vaak veel stabielere bloedglucoseconcentraties. En datzelfde geldt voor mensen die dus de diagnose type 2 krijgen, maar niet te zwaar zijn. Die mensen komen, dat zijn vaak mensen die teleurgesteld raken, omdat ze het idee hebben van nou, als ik maar mijn best doe, dan kom ik wel van die pillen af. En dat lukt dan vaak niet. Nou, nog los daarvan is het ook zelfs bij mensen met overgewicht. Ik heb ook patiënten die overgewicht hebben, die heel veel gewicht verliezen door hun leefstijl aan te passen. En die toch enorm blijven hangen met hun bloedglucoseconcentraties. Maar, en ik begrijp dan heel vaak niet wat daar precies aan de orde is. Mag ik daar misschien twee dingen op zeggen? Mm-hmm. Ja, ik heb natuurlijk, we hebben de zogenaamde zwem, zaterdag wegen en meten, waardoor ik een hele grote groep van mensen, die geven mij elke week hun buikomvang, hun gewicht en hun nuchtere suiker en hun HbA1c door. En daardoor heb ik natuurlijk ook best wel heel veel data om te vergelijken. En soms zie je mensen die een BMI hebben van rond de 4,25. Maar die hebben wel behoorlijk wat buikomvang. En dan zie je die buikomvang afnemen. En dan zie je toch die diabetes teruglopen. Dus dan, het is veel meer het visceraal vet, denk ik, als het gewicht op zich. Ik denk als mensen een beetje stevige billen hebben en een stevige bips, dan is dat denk ik nog misschien wel beschermend voor mensen met diabetes. Maar dan heb ik hier een andere vraag van dan ook zijn mevrouw. Ik ben 69 jaar, 13 jaar geleden, dat is Lydia. Ik ben 13 jaar geleden diabetes 2, weeg 52 kilo. Nu 6 jaar bezig opbouwen van gezonde leefstijl met wisselende glucose. Metingen niet extreem hoog of laag. Mijn vraag is of ik type lader heb. Volgens mijn huisarts heb ik gewoon diabetes. Meegewerkt aan de Maastricht-studie. Maar daar was een jaar geleden nog niet veel bekend over lader. Wat is lader? Lader is, dat is een afkorting voor een Engelse term. Latente auto-immuun diabetes van adults. En dat is eigenlijk type 1 diabetes die zich op latere leeftijd ontwikkeld, hè? Want de meeste patiënten krijgen type 1 diabetes de helft krijgt ongeveer op de kinderleeftijd. En de andere helft krijgt het later, maar dan meestal toch wel voor het 30ste. Maar er zijn zeker mensen die bijvoorbeeld rond hun 40ste nog type 1. En zelfs ik had laatst iemand die had het op zijn 72ste gekregen. Dat kan allemaal. Maar die naarmate je ouder wordt, naarmate je het krijgt op oudere leeftijd, is het verloop van de diabetes vaak veel milder. In de zin dat de insulinebehoefte, de hoeveelheid insuline die mensen moeten gebruiken, die neemt bij een LADA heel langzaam toe. Terwijl als je het op de kinderleeftijd krijgt, dan heb je meestal meteen de volle MAP nodig. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat deze mevrouw een LADA heeft, omdat ze een normaal gewicht had, neem ik aan dan ook ten tijde van de diagnose. Ik vind er wel toch wel wat oud voor een LADA, maar het kan zeker. Als ze heeft gewoon dat, die pancreas, dus dat het geen auto-immuun is. Hè? Want dat zou ik dan zeggen, geen auto-immuun, maar gewoon die pancreas is een beetje moe. Ja, exact. Dat is veruit de meest voorkomende reden dat mensen dan vaak wel op oudere leeftijd, dus mensen die het
die type 2 diabetes diagnose krijgen met een normaal gewicht zijn bijna altijd echt wel ouder. En een van de ideeën over de oorzaak van dat probleem is dat wij krijgen met bij onze geboorte krijgen we een bepaald aantal insuline producerende cellen mee. En naarmate we ouder worden, verzamelen we allemaal celschade, gaan er ook cellen kapot, ook insuline producerende cellen. Dus als je nou bij je geboorte met een betrekkelijk beperkt aantal begonnen bent, dan krijg je dus, als je in de loop van je leven insuline producerende cellen verliest, krijg je dus boven je 50ste, krijg je opeens een probleem. Ja. En dat is dan het gevolg van het verouderingsproces. En in hoeveel, als ik dit zo lees, hè, want ik moet zeggen, ik vind het echt waanzinnig hoeveel geduld Wim heeft met het verzamelen van die gegevens en het analyseren en het helpen van mensen om hier doorheen te komen. Maar af en toe dan zie ik wat van die reacties en dan denk ik echt zo van, ja, weet je, ik zie dit nu al een tijdje, weet je. Wat ik hier tussen de regels doorlees is dat iemand het gewoon niet zo heel erg nauw neemt. Weet je, koolhydraatarm, weet je. Daar gaat gewoon rustig een boterham in en nog een en nog een. En ja, dat is eigenlijk waarvan ik denk van dat is het leeuwendeel van al die mensen bij wie het effect beperkt is. Daar speelt zoiets. Ja, zo, dat, ik denk dat je daar voor een gedeelte gelijk in hebt, hoor. Ik denk dat dat veel mensen toch niet, daar moet ik voorzichtig mee zijn, denk ik, maar dat die niet goed beseffen wat ze eten. Ja. En ik had laatst bijvoorbeeld een patiënt en die had ook het gevoel dat hij alles goed deed. Totdat hij me vertelde dat hij elke ochtend een enorme schep diksap in zijn yoghurt deed. En heel veel tomatenketchup en satésauzen. Ja, daar hield hij enorm van. Ja, daar zit. En, maar dat, natuurlijk houdt hij daarvan. Er zit suiker in. Ja. Met een diabetespatiënt. Ja, natuurlijk. Ja, dus zo'n patiënt kan je dan nog verder helpen door door informatie te geven over die dingen die toch niet helemaal goed zijn. Ja, daarom ben ik heel erg voorstander van het idee dat je inderdaad apps en weet ik veel, smartphones die constant je glucose meten, weet ik veel. Op het moment dat je iPhone in staat is om je glucosewaarde te meten, ik denk dat diabetes verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ja, ik heb een enquête gehouden onder mijn mensen van, stel dat je dat gezondheidsbudget zou krijgen. Mm-hmm. Waar zou je dan als eerste in investeren? Dat zeggen ze allemaal een continu glucose mee. Ja. Ja, dat is echt. Terwijl zo duur is dat toch niet? We hebben het er vorige keer over gehad, €169. Ik heb het nog opgezocht. Ja, €60 per 2 weken. Dat is toch, ja, het pakt er wel behoorlijk in, hoor. Ik vind dat. Dat is veel, hoor, voor veel mensen. Ja, dat is echt zelfs. Ik heb het dan ook vaak gebruikt. Maar je hoeft het niet je hele leven te doen. Doe het twee maanden. Nee. Ja. En je leert zo ontzettend veel over hoe je reageert op voeding. Dat. Ik bedoel, dan heb je voor €240 doe je dat 2 maanden. Ja. Ik denk dat je een onbetaalbaar resultaat krijgt. Ja. Dit is ook iets wat wij nu meenemen in de gesprekken richting zorgverleners. Hè, om zo'n budget te krijgen. Want geef alsjeblieft mensen. Hè, ik ben zelfs bij een gesprek geweest met Abbott, een van de leveranciers. Van, kunnen we niet iets regelen voor mensen die een leefstijlprogramma beginnen. Ja. Om dit ook toe te passen. Want ze beginnen nu te vergoeden voor mensen met diabetes type 1. Dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Maar het zou zo een geweldige tool zijn voor mensen met. Als je groot schaal koopt. Helemaal eens. Ja, het is supergoed. Ja, mensen, dat is zo'n eye-opener voor veel mensen. Ja. En het helpt ook om het individu. Hè? Want ik kan sommige mensen die krijgen een enorme glucosestijging van een tomaat. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar. Ja. En anderen helemaal niet. Ja. Dus sommige mensen die hoef je helemaal niet te ontraden om tomaten te eten. Maar anderen die moeten er voorzichtig mee zijn. Nou, ik weet dat niet. Ik kan dat ook niet meten in de spreekkamer. De enige die daarachter kan komen is de patiënt zelf. Ik heb een boekje bijgehouden. En heb ik 2 weken lang heb ik één ding geprikt, iets gegeten en opgeschreven en daarna weer geprikt. 20 minuten na en 2 uur daarna. Ja. En op een gegeven moment heb je dan een lijst van alle dingen die je veel eet en je schrik je helemaal wild. Ja. Het is bizar en je wil niet weten wat het effect van een banaan is. Nee. Als je dat niet weet, denk je van, nou, het is toch gewoon fruit. Ja. Fruit is toch gezond? Ja. Dat soort dingen inderdaad. Ja. Goed, zijn er nog vragen? Want Wim, ik weet, jij hebt vragen meegekregen van je community en we hebben besloten deze podcast hier op te nemen in deze setting. Maar jouw community is natuurlijk ontzettend belangrijk voor dit gesprek ook. En die hadden allemaal heel veel vragen voor Hanno.
Want ik denk, ik vind één ding nog die ik zelf heel interessant vond. Dat is een vorm van diabetes waar we het niet over gehad hebben. En dat is zwangerschapsdiabetes. Mm-hmm. En dat is iets wat ook heel erg toeneemt. Ja, daar heb ik dus twee vragen hiervan. Ja, hè? Dus, mag ik die even vertellen dan? Nou, de eerste is er van Jeroen. Hè? Wat zijn de gevolgen van een kind vast als de moeder zwangerschapssuiker heeft gehad en dan... Zeker als je dan ziet dat het kind daarna ook dik wordt. Is er dan al sprake van een insulineresistentie op jonge leeftijd? Mm-hmm. Ja, dus zwangers. Een van de grootste problemen van zwangerschapsdiabetes is dat het kind de neiging heeft, als je de diabetes niet goed controleert, dat het kind de neiging heeft om te zwaar te worden. En dat heeft in grote lijnen twee potentiële consequenties. In de eerste plaats kunnen er problemen optreden bij de geboorte. Omdat het kind zo zwaar is dat het lastig is om naar buiten te komen, zullen we maar zeggen. Maar dat is niet het enige en ook niet waarschijnlijk het vervelendste. Het vervelendste is dat de zware kinderen, weten we van, dat die op latere leeftijd een grotere kans hebben om een chronische aandoening te krijgen, om diabetes te krijgen, om hart- en vaatziekten te krijgen. Er lijkt zelfs ook een wat hogere kans op kanker te zijn van kinderen die te zwaar zijn. En trouwens ook van kinderen die te licht worden geboren. Die hebben dezelfde, gek genoeg, en lopen die dezelfde, in grote lijnen dezelfde risico's. Dus daarom is het van groot belang om als een vrouw zwangerschapsdiabetes krijgt, om dan die bloedglucose zo goed mogelijk in controle te houden. Dat is dan meteen... Mag ik daar één ding over vragen? Want we hebben het over kinderen, maar hebben we het over pasgeboren kinderen dan? Pasgeboren kinderen, die te zwaar geboren worden. En want ik weet namelijk dat mijn vrouw is heel erg into de borstvoeding rabbit hole gegaan. Uh-huh. Nadat onze oudste zoon geboren werd. Van borstvoeding krijg je van die spekkige kinderen, van die spekkige baby's. En dat is nou weer precies het juiste soort dik, ja, als je dik wil noemen. Ja, meneer, dus borstvoeding, dat is dat als kinderen na hun geboorte door borstvoeding bijvoorbeeld zwaar worden, is dat een ander verhaal. Het gaat echt om het geboortegewicht, ja. Lijkt het. Ja, oké. Okay, ja. Dus, en er is eigenlijk heel weinig discussie over de gezondheidseffecten van borstvoedingen. Dus, absoluut, ja. Nee, dat is duidelijk. Okay. Want ik heb hier dus een vraag van een verloskundige. Ja, als verloskundige loop ik er regelmatig tegenaan dat een zwangere met diabetes gravidarum, dat is dus... Zwangerschapsdiabetes. Ja, ja. Liever geen insuline wil gebruiken. Mm-hmm. Het verbaast me dan ook dat haar dieetadviezen nog steeds redelijk wat koolhydraat bevatten. Mm-hmm. Volkoren brood, fruit, aardappelen, al zij het in moderatie. Ja. Als het om mijzelf zou gaan, dan had ik graag de keuze gekregen, koolhydraatarm, mm-hmm, nog een kans geven of gelijk starten met insuline. Ik heb de indruk dat men huiverig is om koolhydraatarm te gaan, terwijl dit mij een gezondere optie lijkt dan insuline toevoegen. Dit doet niets aan de oorzaak van het probleem. Waarom is dat? Een kind wordt immers min of meer in ketose geboren en blijft dit het herende eerste jaar meestal nog wel. Heb ik begrepen dat men in Zweden deze optie wel bespreekt? In de eerste plaats, ik zou zelf ook, maar dat spreekt misschien wel voor zich, absoluut voor zetmeel en suikerbeperkt eten kiezen in plaats van voor insuline om de bloedglucose te controleren tijdens de zwangerschap. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik een beetje verrast ben door de uitspraak dat kinderen in ketose geboren worden. Ik hoor het ook vaak, hoor. Ik weet het niet. En van de melk in ketose blijven, ja. Okay. Tenminste, ja, zij zegt het ook als... Borstvoedingsmelk is extreem zoet, toch? Daar zit heel veel vet in. Maar ook heel veel vet. Ja, heel vet. Er zit ook heel veel vet in, maar er zit ook heel veel glucose in borstvoeding. En dat is omdat het brein van die kinderen dat groeit dus als kool. En dat heeft ongelooflijk veel glucose nodig. Dus dat is een reden dat borstvoeding hartstikke zoet is. Ja. Nou, inderdaad. We hebben nog een vraag van een collega-arts, Ivo Sijpkens. En die heeft een hele mooie technische vraag. In hoeverre houdt een hoge nuchtere insulinespiegel en exogeen insuline de vetverbranding / ketose tegen? Ja, heel sterk, hè? Dus insuline is
de belangrijkste rem op de vorming van ketonzuren. En ketonzuren worden gevormd bij de verbranding van vet. En insuline remt de vetverbranding heel sterk. En ook bij insulineresistente mensen, bij mensen die minder gevoelig zijn voor insuline, werkt insuline zo, omdat de ongevoeligheid voor insuline geldt vooral de effecten op de glucosestofwisseling en veel minder op de vetstofwisseling. Dus hoge insulineconcentraties bij mensen die insulineresistent zijn, die remmen nog steeds de vetverbranding. En wat heeft dit voor gevolgen? Dus stel je voor, ik vermoed van mezelf dat ik vrij hoge insuline spiegel heb. Mm-hmm. Ik weet het niet. Mm-hmm. Ik heb een keertje gevraagd hoe dat getest wordt. En dan komen ze met glucosetesten aanzetten waar ik best wel huiverig voor ben. Hoe wordt dit getest? Nou, eigenlijk kun je het heel simpel testen door nuchter. Of het hoeft eigenlijk niet eens speciaal nuchter, maar het is wel het beste om het in nuchtere conditie te meten met je een glucose en een insulineconcentratie in je bloed. En je kunt, daar zijn geen normaal waarde voor, maar wij doen dat eigenlijk wij doen dat heel regelmatig om te kijken hoeveel insuline mensen nou eigenlijk nog maken. Wat je nog beter kan meten in plaats van insuline overigens, is een stofje dat heet C-peptide. En C-peptide wordt samen met insuline afgegeven door de insuline producerende cel. Dus er wordt evenveel C-peptide het bloed in getransporteerd als insuline. Maar wat gebeurt er met insuline? Dat wordt dus door de alvleesklier in het bloed gebracht. En dat bloed dat gaat direct naar de lever toe. En de lever breekt de helft van die insuline ongeveer af. Dus als je bloed afneemt in je arm, dan heeft dat bloed de lever al gepasseerd. En dan ben je dus al heel veel insuline kwijt. Bij C-peptide gebeurt dat niet. Dus C-peptide is een stofje waaraan je veel beter aan kan zien hoeveel insuline de alvleesklier eigenlijk nog maakt. Interessant. Ja. Ik ga het gelijk opzoeken. Ivo Metzger heeft allebei, zei hij. Die vindt die indicator van die nuchtere insuline toch ook wel belangrijk. Ja, ik ook. Ik meet ze ook allebei. Want ik vind het fascinerend. Want dit discussie met een goede vriend van me die type 1 heeft over ketose gehad. En dat liep hier een beetje op stuk. Omdat ketose in combinatie met insuline spuiten, zeker voor type 1 patiënten, best wel wat vraagtekens met zich meebrengt. Want hoe ga je dat verantwoord doen? Hoe raak je niet direct in coma bij de eerste volgende keer dat je spuit? Hoe moet je je insuline terugbrengen op het moment dat je in glucose gaat, als je daar geen ervaring mee hebt? Ja. Best wel een ingewikkelde situatie. Ja, daar moet je inderdaad heel voorzichtig mee zijn. Er is bij type 1 diabetes is de regel, er moet, en dat geldt voor iedereen trouwens, er moet altijd een heel klein beetje insuline in de bloedbaan zijn om te voorkomen dat je zo'n ketoacidose krijgt. Ja. Waarbij ook, overigens wil ik nog wel even aantekeningen, dat de ketose waar wij over praten bij type 2 diabetes echt wel iets anders is dan de ketoacidose die bij type 1 diabetes patiënten optreedt als ze te weinig insuline spuiten. Ja. Die ketoacidose is echt een uit de hand gelopen situatie waarbij er een overproductie van ketonen is die het bloed zo zuur maken dat er allerlei processen in je lijf scheef gaan lopen. En dat is beslist niet het geval bij de ketose die optreedt als je zuinig bent met zetmeel en suiker. Hè? Ja. Dat is een veel gezondere vorm van ketose. Duidelijk, ja, nee, absoluut. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Wim, had jij nog een laatste vraag? Ja, nog één leuk. Meneer Peil, in uw boek dat ik bezit, prima, gaat u uit van insulineproductie door voornamelijk ingenomen koolhydraten. Echter, Jackie van Kemenade, die hier vorige keer was, mijn medebestuurslid, die had Australisch onderzoek aangehaald en daar wordt de insulineindex geïntroduceerd. Niet alleen koolhydraten triggeren insulineproductie. Zoals vaker in de medische wereld geval is de werkelijkheid weersbarstig. Ja. Ja, dus het is zeker zo dat... Misschien mag ik een kleine toelichting geven, want ik ken natuurlijk het stuk wat hij bij ons op de site geschreven heeft. Uiteraard. Het gaat er ook om de GIP en de GLP-1. Hè? Wat Jackie zegt is in feite, het ligt ook aan de mate van bewerking van het voeding. Want het is niet zo, hè, dat als jij bijvoorbeeld iemand pure suiker, glucose in zou spuiten, gaat de insuline niet zo hoog als dat hij via
de dunne darm, hè, dus als hij bovenaan in de dunne darm al verwerkt wordt, dan krijg je veel meer insuline, omdat daar de alvleesklier ook veel dichterbij zit. En dan krijg je ook die K-cellen en die L-cellen zijn anders verdeeld. Mm-hmm. En in die context heeft Jackie dat gezegd. Dus nog even samenvattend. Er zijn verschillende manieren om je glucose te meten. Dus het gaat er dus niet alleen maar om dat koolhydraten eten beperkt moet worden. Het gaat er ook om hoe je de glucose binnenkrijgt. En opneemt. Ja. Dus, en opneemt, ja. Ja, dus waar het opgenomen wordt. Dus dat heeft met bewerking te maken. Ja, zeker. Dat heeft met bewerking van het eten te maken. En als je de koolhydraten dus via de darm opneemt, die eet je bijna altijd in combinatie met, hè, met eiwit en vet. En die stoffen hebben allemaal hun eigen effect op de productie van darmhormonen. Dus de darm, zodra er voeding in de darm komt, dan gaat die darm die gaat hormonen maken. Die worden aan het bloed afgegeven. En die gaan rechtstreeks naar de alvleesklier om de insulineproductie te stimuleren. Dus dat is een heel belangrijk fysiologisch effect. Dus in die zin is het niet de glucose zelf. Dus als er glucose langs de insuline producerende cel stroomt, dan is dat een enorme sterke prikkel. Maar er zijn nog veel meer prikkels voor insulineproductie, die overigens ook wel samenhangen met eten. Ja, dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld frisdrank een veel negatiever effect heeft dan bijvoorbeeld het eten van fruit. Beide is het niet laag in koolhydraten en niet specifiek gezond of ongezond. Het is gewoon, het heeft beide een behoorlijke impact op je glucosespiegel. Ja. Maar frisdrank nog veel meer, omdat er niet te vezels zijn. Dus juist, het gaat direct door je darmwand heen. Juist. Dat wordt dus dat is een heel belangrijk. Hè? Dus dat in frisdrank geen vezels zitten die de opname van en de splitsing van zetmeel in de darm bemoeilijken. Ja. Dus je krijgt van over het algemeen van fruit minder sterke stijging dan van frisdrank. Maar zodra je fruit gaat persen, dan is het verschil echt heel klein geworden. Dat heb ik aan de lijve ondervonden. Ik moet zeggen dat ik vind fruit helemaal niet gezond. Ik vind ook niet dat het stempel gezond verdient. En toch vind ik het moeilijk om dat nu te zeggen. Dat klinkt raar. Zo'n stigma zit er op dat woord gezond. Zo van, we hebben zo geleerd dat fruit gezond is, dat we eigenlijk daar geen vraagtekens meer bij mogen zetten. En dat is ook eigenlijk een beetje hoe ik zou willen afsluiten. Want kijk, Hanno, je zit hier met twee hele gemotiveerde mensen aan tafel die zelf de verantwoordelijkheid hebben genomen om te proberen een lifestyleverandering door te maken. Maar in Nederland stevenen we af op 30% diabetespatiënten in, wat was het, 2050 of zoiets. Ik weet niet, zo'n bizarre hoeveelheid, bizarre toename in de hoeveelheid diabetespatiënten. Waar gaan we heen? Voel je jezelf een roepende in de woestijn? Of heb je juist het gevoel dat er een nieuwe beweging op gang is, waarbij de gezondheidszorg ook aan het veranderen is? Dat laatste, denk ik. Ik denk echt dat er iets verandert, hoor. En ik ben het overigens niet met je eens. Ik vind fruit wel gezond. Oké. Okay. maar niet alle fruitsoorten zijn even geschikt voor mensen met diabetes. Maar ik vind fruit wel gezond. Want ik vind dat een belangrijk punt. Ik denk dat er echt een beweging gaande is. In Nederland, in de zorg. En ik voel dat aan allerlei dingen. Ik voel het bij verzekeraars. Wij praten ook met politici die het steeds beter begrijpen. Dus ik ben er wel positief over, moet ik zeggen. Er moet nog heel veel gebeuren, maar ik ben er wel positief over. Geweldig. Hanno Pijl en Wim Tumborgs, hartstikke bedankt voor jullie komst. En dit was Nerd Culture.